zijn hier in het centrum waar ons jaarlijks kermisweekend plaatsvindt. Het is ook een traditie om met de werkgroep van mensen met een handicap, al onze mensen met een handicap in Oud-Halle-Helchteren, een gratis attractie aan te bieden. Ze kunnen 2 uur hier rondwandelen en deelnemen aan de fijne attracties. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. We hebben toch meestal een 50-tal mensen uit Oud-Halle-Helchteren die afzakken naar het centrum hier en dan ook een frietje krijgen aangeboden, een drankje. Maar gelukkig 2 uur kunnen genieten en dat is toch het belangrijkste van attracties die door de voorkamers dan ook gratis worden aangeboden. Don't worry. Be happy. Ik vind het heel fijn om naar de kermis te komen. Je zit onder de mensen, je kunt je amuseren. Ik kwam hier al van toen ik heel klein was. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. We vinden het heel fijn dat we gratis naar de kermis mogen gaan. We zijn hier in de voorpost te Helchteren. Het is een nieuw gebouw van de brandweer van het moederkorps van het gewest Genk. Waar wij al jaren vragende partij waren om ook te mogen beschikken over een soort post. Waar mensen vertrekken om in te grijpen wanneer een brand ontstaat. De problemen hier waren vooral de lange tussenkomsttijden. Dus als de mensen hier een brand hadden of als er een verkeersongeval was waar de brandweer moest aanwezig zijn, dan hadden wij zeer lange tussenkomsttijden om hier dus te geraken. We spreken dan toch van tijden van 20, 25 minuten bij momenten, wat dus veel te lang. Wij hebben dus duidelijk gekozen voor een voorpost. Een voorpost die na een inloopperiode hoofdzakelijk zal draaien op vrijwilligers. We beschikken nu over een zeer modern brandweervoorpost waarin vrijwilligers uit de gemeente actief zijn en waardoor het veiligheidsrisico wordt verlaagd. Dat is zeer belangrijk. Wij kunnen de tussenkomsttijd voor incidenten met branden met 10 minuten verlagen en eigenlijk daardoor de veiligheid in onze gemeente en de regio 10 maal verhogen.